voor backstage een nieuwe reportage en ik sta bij drie krappe gasten. Allee, dat heb ik te horen zeggen. Kameraden, kom mee, camera, kom mee. Ik sta gewoon bij de enige echte Rubius! Yay! Zie maar, eerst even heel kort, de nieuwe single en die gaan we als volgt. Shalala, la 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 la. We gaan weer feesten. Ik ga dat eigenlijk gewoon heel het jaar al vol zitten, maar alleen maar optreden. We zitten vol. Hoe komt dat? We zitten vol. Hoe komt dat? Mensen hebben nood aan ambiance. 2013 en 2014 staat nog open. Dat staat nog open. En niet onbelangrijk, want allee, ik zit vol met optreden eruit. Eén heel belangrijk optreden komt er terug. Het Zeempaleis, dames en heren. 8 december. Ja, hier in de Eetjas Arena. Nu al tickets te koop. Wat wordt de vierde editie van het Zeempaleis anders dan de vorige edities? Dat wordt anders dan de vorige edities. Het wordt nog gewelddadiger. Ik heb ook begrepen, het wordt ook nog meer een groot feest. Ja, volks, absoluut. Ja, het grootste ambiancefeest. Ambiancefeest van heel de wereld. Ja. Jullie gaan dan zingen in het Nederlands, in het Frans, in het Engels? Turks. Een Duits. Nee, maar we hadden een aanvraag gekregen. Turks. Turkije. Maar dat zijn de Romeo's. Misschien in het Duits. Maar wat doet dit er vrij een keer in het Turks? In Turks. Primeur, dames en heren. Primeur. Shalala, la 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 la. Shalalalala. Dat kan dus in alle talen hiermee kunnen we. In het Chinees nog eens, jongens. Chinees. Shalalalala. Alle talen kunnen we. Nu moeten we afsluiten. Ja, dus maar nog even gewoon vertellen. Het Zeempaleis, meer info. 8 december. Alle info via www.zeempaleis.be of www.zeempaleis.be. Voilà. Dus www.zeempaleis.be. Die zijn die mannen weg. Die zijn helemaal gedaan. Dat is hier gedaan. Dus dat was ongelooflijk straf. Als je erbij wil zijn, gewoon op het Zeempaleis. www.zeempaleis.be. Het kan in Chinees, Japanees, Turks. Allee, je ziet het maar. Tot dan. Allee. Gasten. Merci.